Hoera Kindercentra en restaurant IJssalon Mr. & Mrs. in Panningen zijn sinds dinsdag een samenwerkingsverband aangegaan. Het doel is om met de verkoop van het Hoera kinderijsje geld in te zamelen voor de speelgoedbank Peel en Maas. Het bijzondere is dat we vandaag een samenwerking hebben met Mr's & Mrs. Een restaurant dit jaar hier geopend in Panningen. Vanaf vandaag is er een Hoera-ijsje verkrijgbaar. Een gezond ijsje waar yoghurt en sinaasappel in zit. Wat te koop is en wat de opbrengst gaat naar het goede doel van de speelgoedbank in Peel en Maas. We zijn wel eens vaker benaderd door organisaties. Het leek het zo leuk om iets terug te doen. De kinderen, ijs is gewoon beleving. Kinderen zien ijs en dan willen ze ook ijs. Dus het is heel leuk om iets terug te doen. De speelgoedbank is gekoppeld aan Hoera. Het is opgericht voor een samenwerking met Vorkmeer en Hoera. Ik ben daar ook voorzitter van. En wij zijn eigenlijk het hele jaar door op zoek naar middelen, euro's, geld. Om geld op te halen voor het goede doel. Zodat kinderen die niet in aanmerking komen voor mijn verjaardag voor een verjaardagscadeautje. Dan ook van ons een verjaardagscadeautje krijgen. Een groep van zo'n 20 kinderen en hun lijsters kregen dinsdagmiddag het eerste ijsje. Sinaasappelijs. Met yoghurt. Ik wil wel een yoghurt. Lekker. Oh, dat is lekker. Zullen wij die mogen proeven? Tuurlijk. Nou, we hebben speciaal even gekeken omdat er weinig suiker in zit in yoghurtijs. Sinaasappel vinden kinderen allemaal bijna lekker. En er zit er bijna geen kleurstof in. Dus het is een vrij gezond ijsje. Vond je het sinaasappel-yoghurt-ijsje lekker? Ja. Wat vond je er zo lekker aan? Is dat smaak? In de winter komt het nog op nagerechte kaart staan. Dus daar gaan we een nagerechte van maken. Heb je al een idee welk ijs daarin zit? Nog niet, maar dat komt heel zeker goed. In ieder geval het Hoera-ijs komt erin te zitten. De yoghurt sinaasappel. Walnoot. En waarom walnoten? Omdat wij hebben thuis ook een walnotenboom. En walnoot vind ik heel lekker. Ja, we houden in ons programma en onze dagelijkse opvang ook rekening met gezonde voeding. En we hebben ook bijvoorbeeld een gezond tractatiebeleid. We tracteren niet altijd op snoep en op chips, maar juist op gezonde dingen. Want het gaat meestal om het idee en het kind, zeker bij de verjaardag, het kind in de belangstelling te zetten. En niet hetgene wat het krijgt. Ja, en dat laten we terugkomen binnen Hoera. En dat zien we dan ook terug binnen dit ijsje.